Move beat and shit. And high fives to the beat. Ik meen, ik heb er foto's van hem gezien. Ja? Echt waar? Hebben jullie, kijk eens even daar. Ik bedoel die meneer op die trap. Daar met die roze met blauw, met die roze met blauw pak. Ik heb die ooit ergens gezien. Wie van jullie heeft hem ook ooit ergens gezien? Echt waar? Wat heb jij hem gezien? Op een poster. Op een poster? En jij? Is hij op school geweest? Wat is uw naam meteen? Het dansje kent, mag je meedoen. Wauw, dames! Geef een groot applaus! Ik zei, of ik vroeg net, van vinden jullie het goed dat Hoofdpiet aan de zijkant weer een beetje meedoet? Zij vinden het gelukkig goed. Ja, ook leuk het dansen met Hoofdpiet. Jullie gaan nog een dansje doen? Oh, fantastisch. Blijf ik lekker hier genieten. En jullie daar ook, hè? Meekloppen mag, mee bewegen mag ook, al zal dat niet meevallen in een bomvolgezaal. Maar geniet ervan.
Sinterklaas. Ja, want Hilde, je had een heel belangrijke eis. Je zei, ik wil presenteren, ik wil alles doen, behalve, wat wilt Hilde niet zien? Zingen door een microfoon. Nee, dat wilde Hilde niet doen. En Sinterklaas, het is natuurlijk het mooiste als het naar u voor u gezongen wordt door mooie kinderstemmen, het liefst zoveel mogelijk. En we hebben daarom, het OBK heeft dus samen met een jong talent hier uit het dorp, heeft een nummer ingestudeerd, dat in ieder geval... Ja. Kijk maar eens, jongens en meisjes, geef hem maar eens een applaus. Voor Lars. Hier is Lars. Kom maar. En Lars heeft dus, zoals Johan al zegt... Hoi. Samen met OVK liedjes ingestudeerd. En het zijn liedjes die iedereen eigenlijk kent, Lars, toch? Want welke liedjes, wat voor liedjes ga je zingen? Sinterklaasliedjes. Sinterklaasliedjes. En jongens en meisjes, kennen jullie Sinterklaasliedjes? Ja! Oké, we hebben dus Lars. Ja, die belooft wel. Ja, zeker. We hebben Lars die heel mooi door de microfoon kan zingen, zodat wij het dus niet hoeven te doen. En OBK gaat hem begeleiden. Lars, het podium is voor jou. En ga ik in mijn stoel zitten, ga ik genieten van jou en van jullie. Zeker zelfs even vragen naar zijn naam. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, breng ons vanavond een bezoek. We strooien dan nog lekkers in een of andere hoek. Applaus voor Lars. Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn haasje. Zijn er nog pieten met pepernoten? Want Lars die heeft natuurlijk een bedankje verdiend. Een applaus. Een groot applaus allemaal. Een paar handen met pepernoten. Piet. Ja, waar is hij? Hij had wat blauw en wat rood. Waar is hij? Jongens en meisjes, hebben jullie Piet Toeteniet al gezien? Waar is Piet Toeteniet toe? Daar is hij nog. Maak even plaats voor Piet Toeteniettoe. Kom maar, dan geef ik u een hand. Piet, hallo. Hallo, dag Piet. Ik zeg al Piet. Maar ik begreep daarnet dat je Piet nog wil worden. Heel graag, Sinterklaas. Maar je ziet er al zo fantastisch uit. Ja, hè? Dit is een geweldig begin. Ga je nou ook nog muziek maken voor ons allemaal? Nou, dat ga ik wel proberen. Zal ik dan even gaan zitten en mijn mond houden? Ja, nou ja, dat is goed. Oké, doe het even. En Piet Toeteniettoe, heb je al lang geoefend hierop? Heel erg lang. Echt waar? En wat voor instrument heb jij bij je? Wat speel je eigenlijk? Ja, dat zijn lekker. Een toeter? Een toeter? Oh, vandaar Toeteniettoe. Is het een toeter? Nou, we zullen eens gaan kijken. Piet Toeteniettoe? Hoe leuk het wel, was dit? Wat voor een instrument heeft Piet? Is het een toeter of is het iets anders? Een toeter voldoet. Toeter niet toe. Nou. Ben je heel zenuwachtig? Ja. Hey jongens, even. Misschien is. Dan kan Sinterklaas nog goed horen als we even heel stil zijn. Even 3, 2, 1. En allemaal. Allemaal stiekem een beetje duimen voor Piet Toeteniettoe. Zo ja. Ik heb wel heel hard geoefend, maar ik moet wel toegeven dat het nog niet helemaal goed gaat. Dus misschien dat ze dadelijk even mee kunnen helpen daar met de muzikanten. Ja? Nou, even stil. Dus, ja, dus we steunen Piet Toeteniettoe. We zijn even stil, komt-ie. Ja.
Nou. Ja. Oh, wat ook een applaus. In welk lied speelde Piet? Welk liedje speelde Piet? Ja. Heeft hij het dus goed gedaan? Ja, hè? Hé, hey, Piet. Goed, joh. Verrassend. Maar Sinterklaas, hij heeft al die posters opgehangen en er staat bij Kies mij. De spatiecommissie die je bent hebben, hoor. Wauw, geef hem een applaus, Piet doet er niet toe. En hij is door Sinterklaas. Ja, Piet, fantastisch. En aan dat tegelijkertijd eindigen, daar werken we nog aan. Daarom is het zo belangrijk. Dank. Fijn bij ons Pieterteam. Maak vast de hoofd, Piet. En er lopen er nog heel veel rond. Met die mooie toespraak van Sinterklaas, bedankt daarvoor, zijn we ook aan het einde gekomen aan de verrassing voor u.